Ja, we moeten doorgaan met ons programma. Het is 20 voor 10 en ook alweer de volgende gast zit op de praatstoel. Ja, inderdaad, klopt. We gaan van Open VLD richting Groen. Bij ons zit Wouter de Vriend. Meneer de Vriend, goedemorgen. Goedemorgen. Meneer de Vriend, u hebt daarnet meneer De Croo een beetje kunnen volgen. Ja. Wat mij opvalt is dat, dat er toch altijd een bepaald respect is nog voor meneer De Croo vanuit elke partij. Of ja, heb ik het verkeerd voor? Ja, absoluut, absoluut. Ik heb met veel plezier Herman De Croo beluisterd. Dat is een zeer belezen man natuurlijk. Pakken ervaring. Hij zegt het zelf. Iemand die meer dan 50 jaar in het parlement zit, eigenlijk is dat bijna buitenaard. Dat komt niet meer voor, zeker niet bij mijn generatie. Ik ben wat jonger, ik ben 41. Nee, maar aan de andere kant denk ik ook dat het goed is om een zekere rotatie te hebben. Ja. Dat je niet heel je leven lang aan de politiek doet, maar dat je ook misschien andere jobs hebt en dan pas in de politiek stapt. Ik denk dat het goed is om verschillende ervaringen te hebben. Ja. Maar alle respect voor Herman De Croo. En die ervaringen uiteraard ook mee te pakken in het politieke wereldje. Yes. Meneer De Vriend, Groen. Komende verkiezingen. Wat zijn een beetje de belangrijkste punten waarvoor Groen het wil opnemen? Wel, voor ons gaat het eigenlijk om een ommekeer, hè? Om verandering in ons land, zowel op het vlak van milieu als op het vlak van sociaal beleid, maar zeker ook eerlijke politiek. Hè? Als we spreken over klimaat, het is bijzonder urgent. Iedereen is erover bezig en dat is ook logisch. Hè? De zeespiegel stijgt, het weer wordt onstabiel. Over heel de wereld is er wat meer besef dat we echt iets moeten doen. Of anders zullen we later maar heel veel kosten opgescheept zetten, hè? En laat ons die kosten vermijden. Laat ons proberen om de CO2-uitstoot te verminderen, om onze woningen beter te renoveren. Alleen zien we in België en in Vlaanderen tot nu toe eigenlijk dat dat bijzonder traag gebeurt. Als je de statistieken bekijkt, we zitten eigenlijk in de staart van het Europese peloton. Dus we moeten daar meer dan een tand bij schakelen. En ja, dan kijken wij naar de partijen die al heel lang aan de macht zijn in ons land, ook in Vlaanderen. En dan zeggen we ja, dat er toch groenen nodig zijn in die regering voor die ommekeer. Dus wij zijn klaar. We hebben het goed gedaan bij de lokale verkiezingen ook. Heel veel mensen kijken in onze richting. Wij zijn dus klaar om er een klimaatregering van te maken met een sociaal hart. Want wat wij ook wel een beetje beu zijn, is dat de facturen steeds bij dezelfde mensen terechtkomen. Dat kan niet meer. Gewone mensen, werkende mensen worden echt kapot belast in dit land. Binnen de OESO-landen, de 34 economisch sterke landen in de wereld, zie je dat qua loonlasten, dus de lasten op arbeid, lasten op inkomen uit arbeid, dat wij daar eigenlijk op een beschamende eerste plaats staan. Dus dat moet anders. Vandaar dat wij met Groen zo inzetten op die belastingverschuiving. Minder voor gewone mensen, voor werkende mensen. En verschuiven richting grote vervuilers en de supervermogens. Ik denk dat dat zeer, zeer logisch is. Maar het is juist, we steken onze nek uit met Groen, omdat wij eigenlijk als enige partij een volledig berekend klimaatplan hebben. Het planbureau heeft ook onze plannen berekend en heeft ook gezegd dat met onze plannen de koopkracht van 90% van de mensen erop zal vooruitgaan. Alleen van de groep superrijken vragen wij een extra bijdrage die fair is, die correct is en wat ons ook toelaat om meer te doen voor gewone mensen, voor werkende mensen. Mm-hmm. Klimaat is één zaak, maar justitie is natuurlijk ook een heet hangijzer, zeker met alles wat er gebeurt in ons landje nu. Welk is het antwoord daarvan, Groen? Wel, er is een probleem met justitie. Hè. Niemand kan dat ontkennen. De mensen hebben er ook geen vertrouwen meer in. Hè. Als je ziet wat er gebeurd is, de moord op Julie en vooral door wie die moord gepleegd is, daar zijn fouten gemaakt in het systeem, structurele fouten. En ik vind het bijzonder jammer als vrij jong politicus, hè, om nog altijd blijkbaar te moeten zeggen dat de politieke klasse gefaald heeft. Hè. Ik heb nog Dutroux meegemaakt. Mm-hmm. Ik was een pak jonger natuurlijk, maar toen al kwamen die fouten van justitie naar boven. Mensen kwamen op straat. Mensen zullen vandaag trouwens ook op straat komen, klopt, in Antwerpen. En wat een hopelijk heel serene mars zal worden, een heel serene manifestatie. Maar ik denk dat we de samenleving veel beter moeten kunnen beschermen tegen criminelen. Ja. Tegen recidivisten. Ja. Samenleving beschermen is natuurlijk die mensen opsluiten. Ja. Maar vooral ook begeleiden. Hmm. Zodanig dat die reïntegratie in de samenleving beter. Want het is een volledige misvatting dat als je mensen opsluit, je er niks mee doet, je steekt ze in de vergeetput en na zoveel tijd laat je ze dan los. Hmm. Dat zijn wandelende tijdbommen. Dus die fout, en dat klinkt misschien wel populair, we gaan ze zo lang mogelijk in de gevangenis steken, hun straf volledig laten uitzitten.
Maar op het moment dat ze vrijkomen, dat is belangrijk. Dan moeten die mensen weer in staat zijn om te functioneren in onze samenleving. En dat kan alleen met begeleiding, met strenge voorwaarden, ook een strenge aanpak. Erop toezien dat die mensen op een goede manier kunnen vrijkomen. Ik weet dat dat niet zo populair klinkt, maar eigenlijk als je daar 10 seconden over nadenkt, dan weet je dat het geen zin heeft om mensen niet te begeleiden, hard aan te pakken en dan vrij te laten. En dan lopen ze rond en plegen ze dezelfde feiten opnieuw. Mm-hmm. Ja, wat inderdaad wat het aan onze eerste gast hier vraagt, hè, ook, ja, men zegt ook ja, meer politie op straat. Maar eerst en vooral moeten er toch nieuwe wetten gemaakt worden. Als er nieuwe wetten gemaakt worden, kan de rechtgevende macht die wetten uitvoeren. Maar zoals u zelf aanhaalt, Dutroux, vanaf dan wordt er al door de publieke opinie, door de mensen vraagt voor nieuwe wetten. Men zegt altijd, we gaan mensen niet meer vervroegd laten vrijkomen. Ik hoor nu ook in het geval van Julie dat die persoon al tot 3 keer toe te laat terug was weergekeerd. Dat steekt dan niet in het dossier. Ja, dat zijn zaken die er bij mij echt niet ingaan. Op de dag van vandaag, alles ligt aan elkaar gelinkt. Als dat nu 1 keer gebeurt, een dag te laat of 2 dagen te laat, ja, maar ja, tot 3 keer toe, waarbij maanden te laat. En dan het antwoord gewoon van die persrechter van ja, hij is toch teruggekeerd. Ja. Ja, juist, maar ik vind dat toch niet de juiste ingesteldheid. De politiek zou eigenlijk direct moeten reageren. Er hadden toch al direct, al jaren geleden moeten wetten gemaakt worden dat niet kan zoiets. Mensen inderdaad, u zegt begeleid, maar soms ook ja, medicatie geven helpt niet, want hoe kan men dat controleren dat men die medicatie inneemt? Het is misschien cru gesteld, maar dat staat als chemische castratie, daar zou moeten op toegezien worden. Dat bijvoorbeeld, plus die begeleiding en zo meer, en zeker niet vervroegd gaan vrijlaten. Hè. Wel, wat er eigenlijk vooral had moeten gebeuren, is die mensen natuurlijk opsluiten na zijn veroordeling. En wettelijk gezien kan dat alleen als er een risico bestaat dat hij niet komt opdagen aan de gevangenis. Als hij daarvoor wordt opgeroepen, dan kun je hem onmiddellijk na zijn veroordeling opsluiten. Maar recidive bijvoorbeeld, het risico dat hij opnieuw toeslaat, zit niet als mogelijkheid in de wet om op basis daarvan iemand onmiddellijk op te sluiten. Maar wat zien we nu in het dossier? Blijkbaar, en ik zeg dat met een beetje voorzichtigheid natuurlijk. Ja. Het is niet aan de politiek om die dossiers volledig tot in de details te gaan kennen. Dat is aan de rechterlijke macht vooral en dan een uitspraak te doen. Maar als ik zie dat hij zich in het verleden ook niet heeft gehouden aan afspraken rond strafuitvoering, en ook niet op tijd is komen opdagen, dan had dat eigenlijk een reden kunnen zijn om hem onmiddellijk op te sluiten. Ja. In ieder geval, de samenleving had moeten beschermd worden tegen die persoon. Dat is niet gebeurd. En meer politie op straat, dat was ook de vraag. Met Groen zijn wij daar eigenlijk voor. Mm-hmm. Wij zijn voor meer wijkagenten, meer politie, meer patrouilles op straat, in de wijken, bij de mensen. Dat geeft een veilig gevoel. Dat moeten geen rambo's zijn, voor alle duidelijkheid. Nee. Maar dat moeten agenten zijn die de wijk kennen, die ook de sociale problematiek kennen in de wijken, die ook weten welke mensen er wonen. Vaak ook dezelfde wijkagent zou het eigenlijk moeten zijn, in dezelfde wijk. Nu in Oostende, waar mijn partij deel van uitmaakt van de coalitie, gaan we die richting uit. Hè. Dus we gaan de structuur, het systeem van onze politie herzien, zodanig dat wijkagenten eigenlijk ja, quasi permanent op stap zijn in de wijk. En het woord zegt het zelf, een wijkagent. Dat is geen kantooragent, maar dat is een wijkagent. Die moet dus op straat rondlopen. Uitdaging genoeg, zou ik zeggen, voor de komende legislatuur. Zeker. Ja, we hebben werk, ja. Je hebt ook een stuk van het verhaal van Rick kunnen meevolgen, dacht ik, omtrent de besnijdenissen. Dus ik weet niet, Rick, misschien nog even een kleine, korte duiding misschien, naar meneer De Vriend toe. Wel, ik was aanwezig op de meeting. En, ik was daar heel wat gekomen, bij Groen. Ik probeer iedere partij te vriend te houden. Kijk, het lukt niet heel goed met de naam. Ja, het lukt. Dit is een mooie link. Ja. Maar ik ken ook wat mensen nog van ten tijde van de betoging respect. Ja. Of de manifestatie respect ten tijde van de zaak Remmery. Ik heb daar veel steun gehad van ten tijde, maar je bent nog iets te jong, dacht ik. Spreekt dan in voordeel, Wouter. maar veel mensen kenden mij nog en ze hadden respect voor mij. En ik heb dan mogen een vraag stellen. Mijn vraag was te lang, ik werd onderbroken. Maar ik heb dan mijn vraag kunnen stellen en die werd goed ontvangen. Ik kreeg antwoord van mevrouw Almachi. Ik kan natuurlijk niet antwoorden, maar dat zou te lang duren. Ik spreek te veel. Als ik nu te veel spreek, moet je me ook onderbreken. Ik zal je onderbreken. Ja, ja. Maar ik kreeg een antwoord.
Mevrouw Amatje sprak van een, om te gaan, debatteren met de verschillende gemeenschappen. Dat is natuurlijk heel goed en ik wil dat ook doen, maar ik heb dat ook geprobeerd. Ik heb dat geprobeerd met verschillende gemeenschappen, onder andere met een paar Joden. Ja. Ik heb dat geprobeerd en ik ben van goede wil. Ik ben van verschillend goede wil. Alleen in dat gesprek van meer dan een uur kwam er geen enkele keer kinderlied te sprake. Ja. Geen enkele keer. Alleen maar godsdienstvrijheid. Men zei godsdienstvrijheid. Alleen, is dat inderdaad iets dat mee kan genomen worden, denkt u, meneer De Vriend, dat kinderleed, om dat toch bespreekbaar te maken? Ja, ik ga zelfs meer zeggen. Nadat Rick zijn vraag heeft gesteld op ons congres in Kortrijk, hebben we daar nog over nagepraat eigenlijk met de voorzitter, Meire Malmachi. En het is juist, dus, dat is een belangrijk element wat werd aangehaald. En we gaan dat verder onderzoeken, want godsdienstvrijheid mag nooit primeren bovenop het beschadigen, het kwetsen van kwetsbare mensen. Mm. De facto kinderen, uiteraard. Ja, ja. Als godsdienstvrijheid zo ver zou gaan, dan zit je met een probleem in onze samenleving. Mm. En ik denk dat het belangrijk is in onze samenleving dat we proberen samen te leven met mensen van allerlei achtergrond. Ja. Maar dat we dat wel doen op basis van onze gemeenschappelijke sokkel, onze normen en waarden en onze wetten, effectief. Hè. Iedereen moet zich daaraan houden. En dat mensen dan verder met diverse religieuze achtergrond enzovoort hun eigen godsdienst nog proberen te beleven. Ik heb daar eigenlijk niks op tegen. Hè. Mm. Alleen mag het niet zo ver gaan dat dat ten koste gaat van fundamentele rechten en vrijheden. Rechten van kinderen, maar bijvoorbeeld ook dierenrechten en dergelijke. Voilà. Ja. Dus het is belangrijk dat we overeenkomen over die sokkel, maar dat we dan wel iedereen die hier toekomt, nieuwkomers, ook wel kansen geven op integratie. Ja, want het slechtste wat we kunnen doen in onze samenleving is mensen geen kansen geven, discrimineren, racisme enzovoort. Die mensen stoot je dan eigenlijk af. Die mensen gaan zich dan marginaliseren, weg van onze samenleving. Gaan dan misschien ook radicaliseren, maar zitten met veel frustraties. En dan hebben we niks anders dan ellende. Dus ik denk dat we goed moeten vertrekken, gemeenschappelijke normen en waarden, rechten en plichten voor iedereen, en dan kansen geven zoveel mogelijk. Maar Wouter, ik wil wel zeggen, er is geen grotere verdediger van godsdienstvrijheid dan ik. Geen grotere. Nee, geen grotere. Maar ik begin mijn wenkbrauwen te fronsen als er dierenleed aan te pas komt. En ik kom in opstand als er kinderen moeten aan opofferen. Dat wil ik wel daarover zeggen. Daarover zijn we het eens. Daarover zijn we het eens. Voilà. En dan kunnen we ook misschien mee afronden. Want meneer De Vriend heeft ook nog een druk agenda. Nog 2 weken voor de verkiezingen. Begint de spanning toch een beetje te stijgen dan? Ja, wel. Ik vertrek nu onmiddellijk naar Anzegem. Waar ik samen met mijn collega lijsttrekker Jeremy van Eekhout, eerste plaats Vlaams parlement, een zaal moet gaan toespreken. En dan vertrek ik nog misschien naar Brussel ook voor de klimaatmanifestatie. Dus heel veel op de agenda. Maar van mijn collega's die hier zitten te wachten, zal dat niet anders zijn. Waarschijnlijk niet. Oké, mag ik u nog verleiden? Bent u ook een voetballiefhebber? Nee. Ik ben een voetballiefhebber, En bent u een clubsupporter? Dan moet je opletten wat u zegt natuurlijk. Oostende supporter. Oostende supporter, dat is nu eenmaal zo. Ja, kijk, de aard van het beestje. Ja, er moet een beetje van alle supporters zijn natuurlijk. En dan heb je natuurlijk een uitstervend ras, die Oostende supporters. Nee, De Vriend, het is niet kwaad bedoeld hoor. Toch bedankt om u eventjes langs te komen. En ik zou zeggen, succes met de komende verkiezingen. Zeer graag gedaan. Goeiedag. Voor elke hond, groot en klein, moet je bij.